daarnaast heb ik nog een zeer vurige droom om de oude briefjes van Mercator van 1000 frank. Iedereen kent die nog wel. Er is een gigantisch briefje dat voor KBC-kantoor prijkte al die jaren. Wel, als je nu dat briefje zou kunnen terug onder de aandacht brengen van de bevolking ter gelegenheid van het Mercatorjaar, dat zou toch wel een heel mooie zaak zijn. Als je dus dat zou willen koppelen aan een automaat. Ik herinner mij nog in mijn studietijd een filmpje in de cinema waar dat je dus eigenlijk zo'n jonge man ziet afkomen uit het duister en zo altijd ineens het grote licht van bankomat, steekt zijn kaart erin, komt daar een briefje van 1000 frank uit. Schitterend. Eigenlijk is dat geheime technologie. Wat lief, na 35 jaar geheime technologie. Ja, heel veel van die machines zijn op een veilige en vakkundige wijze gesloopt. En toch heb ik er eentje gevonden. C'est comme si vous vouliez acheter, je sais pas moi, mannequin-pis. C'est pas vendable. Die bankcontact heeft het overleefd met de hakken over de sloot. Is van geldautomaat veranderd in plaats van bankcontact in biercontact. Al dat oud materiaal wordt opgeslagen in een loods. Dat was in Grimbergen, een zeer schattige mens. En dan dacht ik, om dit te vieren, ik zal hier nog maar een keer een Grimbergen gaan drinken. En geen Grimbergen. Bulle employait ça pour faire des choses. Et cette machine, en fait, a été transformée en biercontact. Ah oui. We hebben onder spanning geplaatst, maar kijk, de verrichting. Kwam er ook.